hem voor een weekend. Ik wil dat ze erg lang doorgaan voor iemand die deed het shut up, shut up, shut up roept. Black Eyed Peas. Goed. Zo, ik heb de roze emmer hier. Oh, ik wil net naar het nieuwtje voor jou gaan, maar doe eerst maar de dilemma, ja. Godsamme, Rick. Wat een timing. Oké, de roze dilemma plus. Er zitten weer allemaal opdrachten in een soort van doendurf of de waarheid-achtige tafereelen. Ja, of een dilemma. Ja, of een dilemma. Daar komt de naam ook vandaan. Ja. Ik schud hem eventjes en dan haal ik er een kaartje uit. Ik begin gewoon heel erg... Nee, doe maar. Ja. Zijn we wel van je gewend. Oh nee. Oh ja? Je moet iets doen, je moet iets doen. Oh, het erg. Komende kwartier maak je de show met een zwaar Frans accent. Oui, oui, mon jury. Oh, we zitten eigenlijk midden in een half uur, dus je hebt geen reclame of wat dan ook. D'accord, Riek. Ja, ik hoef niet zo... Het is nou bijna 40 tot 55 moet je dan doen. Tot 55? Nou, 54, oké. Tot 54. Dan maak ik een show met een zware Frans accent. Okay, ik hoef niks te beantwoorden. Zo, Riek. Ik geef jou de eer voor het tweede kaartje. Welk land was dat? Het is Frans. Oh, mooi. En français. En Frans. Oui, oui. Nee, daar kom ik blind. Even blind. Je ne sais pas. Ik pak er eens. Maak een gedicht voor de personen rechts van je. Hier heb je 20 minuten de tijd voor. We moeten allebei zoveel doen, deze... Okay. Uitzending. Deze uitzending. God, nou, dit item is heel snel voorbij op deze manier. Gelukkig kwartier. Oh, nee, een gedicht voor jou, Miguel. Maar ik heb nou wel een leuke aanleiding in ieder geval. Ja. Straks denken mensen, oui, oui. Sinds wanneer hebben we Franse radio hier nog? Nou, dan moet hij wel iets beter zijn. Bij RN7, dat is ook een snelle werk in Frans. Hebben wij, Nationaal 7. Oh, dit is leuk. Het komende kwartier maak je de show met een straataccent. What the fuck wordt dit? Ben ik even de enige normale hier? Oui. Nee, jongen. Dat is toch Amsterdam? Of? Dominique kan gewoon jezelf blijven. Wat zeg jij, jongen? Moet je niet iets zeggen van voilà of zo? Voilà, lipo. Nou, dat is heel spannend, maar dat was dus het dilemma. Maar je mag niet schelden. No. Niet schelden, nee, no. Wat zullen we doen? Is er nog eentje? Hey, weet je wat jij moet doen? Nou, laten we de rest van de tijd bewaren voor straks de uitkomst. Ik heb nog een gedicht voor te lezen en zo. Ja, weet je al een beetje wat je gaat doen? Nee, maar ik ga nu in ieder geval ter inspiratie even een Frans liedje draaien, denk ik. Met je Franse nummers. Ben je gek geworden of zo? Is niet per son français, is maar son mieux. Het is gewoon Engels. Het is een lange lair. Oké. Zeg Miguel, hoe heet die zangeres ook alweer van Turn Back Time? Ik weet het niet meer. Wish I could turn back time. Ik weet de plaat, maar ik weet niet meer de zangeres. Oh, wat slecht. Ja. Share. Oh ja, share. Ja. En like. Share deze video even met je vrienden. En liken, gewoon die duim hier omhoog klikken. En volgende week natuurlijk weer gewoon kijken en luisteren. Tot dan!